allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Ja, jullie zien het, wij staan lekker samen gezellig in de achterwoonkamer. Ja, heel toevallig bij de computer die nog lekker uitstaat. Maar het is vandaag wel lekker, druilig weer. Maar het is ook wel weer 1 oktober, dat maakt ook even allemaal niet uit. En het is nu bijna 10 voor 1. En wij staan op het punt om de deur uit te gaan. En dan wat, dat gaan jullie vanzelf zien in de babyvlog. Ja. Dus, maar wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ja, we lopen dus in de stad nu richting mijn verloskundige. Ja, ja, tech wel. Gezellig. Dus ja. Heb jij oorten en oortensnoek gevangen? Dan moet je even naar en naar de Snoekstraat. Heb je hem wel? Ja. Die had je zelf even niet verwacht van mij. Nee, dat dacht ik al. Ja. Maar we lopen dus hier, jongens. Ja, in de binnenstad. Ja, ja. Lekker. Oh ja, klokje is daar. Ja. Zien jullie ook eens een keertje de binnenstad en terwijl we aan het lopen zijn. Ook leuk. Met een mooie camera, ik weet het in de hand. Nou, en wil je nog een lekker ijsje, dan raad ik je zeker deze aan. Om hier dus naartoe te gaan, ho. Dank u. Naar Florentia. Ja. Dat zit dus bij de en bij de Torenstraat. Ja. Helemaal geweldig. Top. Nou, dit hier wat jullie dus hier zien. Dit heet dus de Grote Kerk. Ja. Dat dus. De Grote Kerk. Maar zo groot vind ik hem niet. Maar oké, okay, maakt niet uit. Hey. Maar we zijn wel weer lekker aan het lopen. En dan hebben we daar dus de hoofdkantoor, de Nutspaarbank. Van 1818 tot en met 1921. Hoppa, moet ik het wel goed laten zien. Daar. Hier dus. Ja, het hoofdkantoor. Ook leuk. Het ruikt hier wel lekker. Dat is wel allemaal halal. Maar dat maakt niet uit. Het ruikt wel lekker. En dat voor een halal keten. Midnight rotishop. Ja, rot. Rot op. Rot op en met die rotishop. Ja. Nou, en als je nog naar een kringloop wil, dan kan dat hier. Openingstijden, heel mooi in beeld. Hoppa. Maar nee, niks van mij. Ook leuk, ook grappig. Maar nee, nu niet. Nee. Zin erin. Heb je de zin erin? Ja, ik heb wel. Ja. Nou, als je dus deze kant op gaat draaien, dan kom je uit bij het ziekenhuis Westeinde. Jee. Joepie. En dan gaan we naar beneden. Ik ga heel even op het fietspad lopen. Hoppa. Anders heb ik alleen maar zo en dan weer zo. Beetje raar. Kan ik beter een beetje vlak lopen? Hallo collega's. Op afspraak. Barbershop. Ja. Ook leuk. Kijk. Even deze rotzooi voorbij. Ja, ik kan gewoon. En dan nu weer op de stoep. Hey, joepie. Dus ja, we moeten nog even, maar we zijn er wel bijna. Kijk. Dit is heel mooi. Ja. Ja, we kunnen hier een beetje oversteken, Snikkie. En dan daar weer. Nee, maar het is wel een mooie ram. Heel mooi. Die, en die klikt nog tenminste. Mooi. Mooi. Mooi man.
Ja. En dit is dus de binnenstad daar. Ja? Mogen we? Ja, mooi. Dank je. Ik ga schuin naar hoog versteken. Ja, dacht ik al. Hoppa. Nee. Vind ik toch en toch niet zo mooi. Deze. Nee. Ja, het was groen, dus dan mogen wij door. Ha. Nou. Zitten we nou in deze straat. Hé. Hey. Ook leuk. Ook grappig. Hè? Je boeken krijgen. Weet ik niet. Moet je gaan zoeken. Belgische bieren, oké. Okay. Oké. Okay. Een Leon. Een ZDV35. Oh. Afhaalrestaurant en catering service. Eet smakelijk, meneer en mevrouw. Jullie ook, eet smakelijk. Ja, helemaal goed. Zonder drama. Zonder drama de praat. Ja, precies dat. Dit is een verlengde Leon. Ecomotive, dus dit is geen FR'tje. No way. Voetgangers oversteken. Nou, ik ga niet oversteken. Ik ga gewoon hier zo. Hoppa. Er staat wel heel mooi voetgangers oversteken, maar ik ga gewoon hier zo lopen. Hoppa. Kijk gewoon. Doei, Mercedes. Oh ja, drempeltje. Ja. Nog een drempeltje. Remmen. Goed zo. Keurig. Alleen maar remmen. Ja, als je dan gewoon rustig gaat rijden, hoef je ook niet iedere keer te gaan remmen. Hé, hey. Deze wist ik niet. Dat hij hier zat? Nee. Want hier zijn wij nooit geweest. In deze. Zal ik even kijken? Ja. Ja. Is goed. Zo, we zijn er. Bijna. Oh, wat leuk. Ik zie weer wat. Kijk. Ja. Yeah. Hier moeten we wezen. Moeten we een stukje door. Hé, hey, hoe toevallig. Moeten we hier wezen. Bij Femme. Ja, we zijn er. In plaats van bestemming. Ja, het is nu verwacht tot een volgende gezelling. Top, top, top. Helemaal leuk. Dus we gaan wachten. Ja, eens even. Ja, is je buik niet gevoelig? Altijd. Altijd, oké. Okay. Altijd is je gevoelig. Nee, maar dan weet ik dat. Weet je, ik hoef nooit heel hard te doen of zo. Maar ze moet even zeggen als dat een reden zou zijn om het zelf te doen. Ja? Top. Dit is ik film jou niet hoor trouwens. Ik film dus. En we filmen jou niet. Oh. Ik film de monitor. Ik heb het echt volgens mij. Oh, niet uit. Oeps. We gaan eens even zien op die kleine. Bewegelijk is. En iets wil laten zien. Je hebt natuurlijk altijd de kans dat, hè, als ik een beetje aan het rondkijken ben en je zijn gezellig aan het meekijken, dat de baby natuurlijk laat zien wat het is. Ja, maar. Die kans is er. Ja, dat weet ik. Amen. Dus we will see. Ja hoor, we gaan het zien. En soms zitten ze op de billen. Ja. En dan. Is het even schommelen. Dan zie je. We moeten inderdaad even wat trucjes uithalen, zeg maar. Heel moeilijk is. Lastig is ook van de zijkant. Soms kan je net even een kleine window pakken. Hai, dan ben je lekker bezig. Het is wel lekker bezig. Ja, daarom zeg ik al, het is heel veel littekenweefsel. Dus ja, dat zie je. Gaat het heel moeilijk. Even kijken, we proberen gewoon heel eventjes. Dieper. Ligt op de zijkant? Ja, klopt. En met het gezicht in onder ons. Hier, dit is het koppie. Okay. En je kijkt eigenlijk, want je beweert hier armpjes. En die liggen zeg maar naast het gezicht zo, maar het is heel druk aan het trappelen. Oogkastjes. Maagje mooi gevuld. Zie je dat zwarte rondje? Ja. Maar in de buikholte. Ja. Dit is het maagje van de baby.
Die andere pakken. Dat mag. Deze even pakken. Ja. Dan hebben we iets. Ik heb een grotere probe en dan kan je nog iets meer zien. Ja. Oké. Okay. Ja. Heel bijzonder. Oké. Okay. Dat is net even een andere frequentie. Beter en soms ook niet, dus dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. Hi. Zo. Te maken. Hi. Wij lopen weer buiten. Ja, wij wel. En jullie hebben het gezien. Yep. Leuk beeld, hè? Ja, die kleine is lekker druk. Lekker. Ja, en dat wordt nog wat. Ja, maar dat geeft niet. Ik vind het heerlijk om even daarna te kijken. Heerlijk, even gewoon even ons momentje. Ja. Dus, maar het groeit goed, het is goed. Dus ja, wat kom ik tegen onder het lopen, mijn maatje? Hij is mooi. Hij is mooi, hè? Hij blijft mooi. Deze auto blijft mooi. Hij is en blijft mooi. Mijn maatje. Hij is, deze kleur is hooggoud. Zo mooi. Sorry Alex, maar daar kan jouw auto even niet van bovenuit. Sorry. Toen liepen we weer lekker langs de grachten. Ik weet niet eens hoe deze straat heet. Weet ik niet eens, wat erg. Ah. Ergens in Den Haag. Prinsstraat is die kant op, zoals jullie zien hier achter mij. Ja, ja. Kijk gewoon. Kan allemaal. En Rodi loopt daar. Ga ik ook weer even naartoe. De Zouten Kater. Hoe zout en hoe zout is en is de kater? Nou, heel zout. Restaurant en wijnbar. Ken ik nog niet. Ik weet niet of jullie die kennen. Maar ik ken hem nog niet. Ah, ik weet al waarom het de Zouten Kater heet, schat. De Zoutmanstraat. Ah. Ja. Slim, handig. Maar, ja. Wij hebben al een leuke plek. Dat was dus niet thuis. Nee, echt niet. Zeker niet. Maar we gaan wel een leuke plaats daartoe zometeen. Want dit is de... En de eerste Riemenstraatje. Ja, en ik ga een beetje deze kant op. Hoppa. Ik hoef niet in die stroom te zitten namelijk. Goedemorgen. Hoppa. Maar het is ook niet koud of zo. Het is lekker. Het is heerlijk. Kom weer jouw kant op. Ik laat zien naar Veen. Zo. Dan ben je partij uit de buurt. Hoppa. Hoppa. Zo. Ja, ja. Vind jij het spannend? Ja, eigenlijk wel. Vertel. Het is weer nieuw, weer anders. Je hebt bepaalde ideeën over iets. Ja. Of dat Henk of Ingrid wordt, weet nog steeds niet. Nee, dat weet ik ook niet, nee. Nee. Henk en Ingrid wordt het zeker niet. Nee. Toch? Nee, of Paul of Ingrid, ook goed. Paul. Paul. Dat vind ik leuk dan, en dan Henk. Oké. Okay. En want Gio en Lin en die hebben ook al Henk. Doen wij lekker Paul, ook goed. Ja, Paul en Ingrid, helemaal goed. Dus ja, wij gaan nu weer naar de auto. Nou, we hebben een pakketje binnen zoals jullie kunnen zien. Ja, een hele mooie grote. En die ga ik even hier knippelen. En die ga ik hier knippelen. Hey, en toen was het los. Ga je kijken? Kom maar kijken, kom hier. Zitten. Zitten. Wat is dat? Is dat voor het kind? Wat is die? Ga zitten. Zitten. Blijf er. Wat is dat? Wat is dat? Oh, en je hebt een balletje. Ja, dat kan.
Die heb ik niet. Nee. Zo, toen was deze open aan deze kant. Ja. Ga je niet meekijken? Kom eens hier. Los, zitten. Hallo. Liggen. Ga zitten dan. Af. Goed zo. We hebben hier een heel mooi iets. Een zak. Met daarin. Een onderdeel. Hallo. Die mag je wel hebben van mij. Ja? Die mag je hebben van mij. Dit is een onderstel. Ja. Kom maar kijken. Wat is dat? Wat is dat allemaal? Ja? Goed zo. Even deze verhuizen daar nog op. Ja. Kan het daar nog op staan. Hoppa. Ga maar uit. Wat hebben we hier? Twee wielen. Zijn ook erg handig. Mm. Dit kan er gewoon af. Hoppa. Dus dat. Oké. Helemaal netjes. Ja, precies dat. En ik ben er blij mee. Helemaal goed. Daar lig ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.